Maar één ding wist ik wel, Johan praat niet echt gemakkelijk over zijn gevoel. En zeker niet tegenover een man, was mijn inschatting. Dus in die zin was ik heel blij dat Antoinette met me mee wilde doen weer, tweede boek samen. Omdat A, is het haar vak om te interviewen. En B, denk ik dat Johan zich ook makkelijker opent tegen een vrouw dan tegenover een man. Ik denk dat hij tegen mij eerder wat stoer was gaan doen. En Antoinette heeft hem toch wel open weten te wrikken, volgens mij. Michel van Egmond, in Donner in Rotterdam. Lekker aan het signeren. Begint het een beetje op werk te lijken inmiddels? Nee hoor, ik vind het altijd hartstikke leuk. Je krijgt er wel een lamme arm van, want we hebben gisteren al 1000 boeken gesigneerd. En nu zijn we er ook alweer een paar honderd verder. Dus, dat is alleen maar leuk. Dat is alleen maar leuk. Mooie reacties van de mensen die komen? Tot nu toe wel, ja. Het is sowieso leuk voor een schrijver om een keer je publiek te ontmoeten. Want je zit altijd alleen in een kamertje tussen vier muren, een beetje moeilijk te doen achter je computer. En dan op een gegeven moment stuur je het de wereld in. En dan moet je maar afwachten. En het is wel leuk om je lezers te ontmoeten. Ja. Was het anders nu ook in coronatijd, dit boek schrijven, dat je nog meer in je eigen kamertje zat? Was het moeilijker? Nee, viel wel mee. Corona heeft niet zoveel invloed op mij gehad. Ik zit altijd alleen in mijn kamer te schrijven, nu weer. Het was alleen bij het volgen van Johan. Ik had graag nog met hem mee geweest op zijn tournee met die muzikanten. En dat is er niet van gekomen, want dat is gewoon helemaal geschrapt. Maar verder heb ik alles kunnen doen met hem wat ik wilde eigenlijk. Wat overheerst na dit boek, is dat zijn venijnige kant of zijn lieve kant? Bijvoorbeeld met zijn hond die altijd op de bank ligt. Ja, nou, we hebben wel geprobeerd de andere kant van Johan te laten zien. De andere kant van de man die je op de televisie ziet. Dus de man met de scherp gerande meningen en zo. En de beledigingen af en toe. Die kent iedereen inmiddels wel. Dus we hebben wel geprobeerd de andere kant van Johan te belichten. Het begon ook met de Aquatie-rel, het boek. Ik heb een stukje kunnen doornemen. Ben je nog aan gedacht om dat niet mee te nemen? Of dacht je van, dit moet aan het begin van het boek? Ja, die Aquatie-rel, ik vond wel iets waar ik niet aan voorbij kon gaan. Want het is... Ik ben vroeger eindredacteur van het programma geweest. En ik heb wel meer ruzies meegemaakt. Maar dit was voor het eerst dat het programma echt op ontploffen stond. En het heeft gewoon wekenlang de voorpagina's van de kranten gedomineerd. Dus ik vond niet dat ik eraan voorbij kon gaan. Ik vond ook dat ik een voordeel had, omdat ik als enige daar achter de schermen was. En het dus dingen kon schrijven die nog niemand wist. Maar het is niet zo dat het boek overheerst. Ik heb het gebruikt als opening van het boek. En daarna ben ik gewoon verder gegaan met de rest van Johan's leven. Want eigenlijk heeft hij in 70 jaar tijd 3 levens geleid, als ik het zo allemaal een beetje bekijk. En dit is ook niet voor niks mijn dikste boek ooit, geloof ik. Zijn vrouw is ook overleden, dat komt in het boek terug, zijn eerste vrouw. Je zei ook dat Antoinette, je vriendin, die ook het boek mee heeft geschreven, je daar een beetje voor hebt geregeld dat zij de zachte kant een beetje probeert te masseren. Is dat een beetje gelukt? Nou ja, ik ken Johan al een tijdje en hij is heel makkelijk in de omgang. En voor iemand als ik, een biograaf of een schrijver over hem, is hij in heel veel opzichten ideaal, want hij is heel openhartig. Ik mocht overal bij zijn, ik was overal welkom. Maar één ding wist ik wel, Johan praat niet echt gemakkelijk over zijn gevoel. En zeker niet tegenover een man, was mijn inschatting. Dus in die zin was ik heel blij dat Antoinette met me mee wilde doen weer, tweede boek samen. Omdat A, is het haar vak om te interviewen. En B, denk ik dat Johan zich ook makkelijker opent tegen een vrouw dan tegenover een man. Ik denk dat hij tegen mij eerder wat stoer was gaan doen. En Antoinette heeft hem toch wel open weten te wrikken, volgens mij. Noemt hij er inmiddels niet meer het vrouwtje van het AD? Of? Nee. Ik weet niet wat hij achter... Je weet nooit hoe Johan achter je rug over je praat. En dat maakt ook niet uit. Maar dat kunnen we allemaal wel hebben. Dat hoort erbij bij Johan. Ja. Wat was het lastigste bij Johan uiteindelijk om los te krijgen? Het lastigste... Kijk, hij is de meest geïnterviewde man van Nederland inmiddels, denk ik. Dus het lastigste was eigenlijk om Johan ervan te overtuigen dat wij geen genoegen gingen nemen met die vaste quote die hij altijd levert. Wij wilden meer dan een paar hapklare brokken. En dat was voor Johan in het begin ook wel even wennen. En voor mijzelf was het lastig om van die hele berg informatie die ik had toch nog een coherent verhaal te maken. Het ging mij eigenlijk meer om wat gooi ik weg dan wat zet ik in dat boek. Ja, want bij Wim Kieft was het ook eventjes dat hij ergens niet mee eens was of dat er een beetje oneenigheid was. Dat was met Johan ook, van ik vind eigenlijk waar jullie mee bezig zijn, Doe maar niet. Is dat snel opgelost tussen jullie dan? Dat was gelijk opgelost, ja. En dat is ook een voordeel dat je elkaar een beetje beter kent. Ik wist dat zoiets eraan zat te komen. Het is hoort een beetje bij het repertoire. Ja, het was vrij snel. Het was eigenlijk al na het eerste interview dat Johan zei, ik vind helemaal niks wat jullie aan het doen zijn.
En ik moet wel zeggen, als ik wat jonger was geweest en als ik Johan niet had gekend, was ik daar misschien wel van geschrokken. En dan had ik misschien wel gedacht, ik zit helemaal op het verkeerde spoor. En nu dacht ik, ach ja, dat is Johan, dat hoort erbij. En we zijn weggereden en we hebben het er geloof ik nog één keer over gehad en toen was het weer goed. Ja, ze gaan ook een EK-zomer in, waar ze natuurlijk op elkaars lip gaan zitten. Dat gaat fout, toch? Natuurlijk gaat dat fout. Dat wordt een soort sociaal experiment wat live op tv wordt uitgezonden, die mannen. Ik heb dat zelf al 2 of 3 keer meegemaakt, dat ze zijn opgesloten destijds in het Kurhaus. Dat was 5 weken lang. En dan, dan gebeurt er iets, hè, met die mannetjes. Als je ze maar lang genoeg uitwringt op die tv en bij elkaar zet, dan kan er iets gebeuren. Dus ik ga het allemaal vanaf de bank, met een biertje, ga ik dat allemaal met grote interesse ga ik dat volgen. Had je dat niet in het boek willen hebben? Nee joh. Ik heb over dat programma al 2 boeken geschreven. Het is wel een keer klaar, toch? Ja, het is wel goed geweest nou. Oké, sowieso ook niemand meer van Veronica daar een boek over gaat schrijven? Nee, of er moet iets heel geks gebeuren. Maar het wordt nou tijd om weer eens even wat anders te gaan doen. Nee. Misschien, ik weet niet of ik dit jaar weer iemand ga volgen. Misschien ga ik wel een keer iets heel anders proberen.